dit moment is het helemaal geen vraag van is het links of rechts. Het moet werkbaarder zijn. Het is zo ongelooflijk ingewikkeld om een beetje hulp te moeten krijgen van de overheid als je het moeilijk hebt. Vandaag is het de beurt aan Rosanne Herzberger. Zij staat op de lijst van Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt. Rosanne is microbiologe en daarnaast was ze columniste en schroomde niet om haar ongezouten mening de wereld in te helpen. Maar hoe gaat ze dat in de Kamer doen? Eigenlijk sinds het begin van de coronacrisis kreeg ik steeds meer het gevoel dat ik naar het front wilde. Dat ik niet alleen maar meer wilde schrijven, maar ook echt wat wilde gaan veranderen. Je zag zoveel problemen tegelijkertijd. En zoveel mensen die ook slachtoffers gewoon zijn geworden van overheidsbeleid. Dat ik dacht, ik zou daar ook wel een steentje willen bijdragen. Ik wil niet alleen maar boos zijn en commentaar leveren, maar ook echt zelf wat doen. Ga je straks in de Tweede Kamer ook tegendraad zijn? Heel anders natuurlijk dan als columnist. Je hebt echt een heel andere rol. Vrij letterlijk een vertegenwoordigersrol, volksvertegenwoordigers. Dus je hebt te maken met een groot team. Je gaat veel meer je mening afstemmen met elkaar. Dus je gaat wat genuanceerder om met bepaalde onderwerpen. Dat kunnen de mensen wel verwachten. Maar het is ook een andere verantwoordelijkheid die je hebt. Hè? Dus je wil echt samenwerken en echt iets veranderen. Terwijl je als columnist toch echt de randjes wil opzoeken van een argument. Nu echt wel veranderingen ontstaan en er zijn wel echt een paar dingen en het goed bestuur, dat is echt een heel saai onderwerp, hè? Dat is voor kiezers helemaal niet zo aansprekend. Wij hebben vanmorgen wat mensen in je eigen wijk ook gesproken en die hebben jou wat tips en adviezen meegegeven. Okay. Kijk je mee? Ja. Niet 1, 2, 3, maar ik meen dat Herzberger is. Ze was die NRC-columnist. Dat is die journaliste van de NRC die hier in de buurt woont. Rosenberg of Rosenberg. Ja, Rosanne. Ja. Je zou niet op haar stemmen. Nee, want niet jouw partij. Nee, klopt. Maar op haar ga ik niet stemmen. Oh, voor de partij van Pieter Omtzigt. Ja. Nou, die partij heb ik ook, laat ik ook mijn oren hangen, absoluut. Ja. Wat ik je mee wil geven, Rosanne, is als je dan in die Tweede Kamer zit, hou dan die Rotterdamse integriteit hoog. Dus ga niet lopen meelopen met al die aandeelhoudertjes, maar zorg nou eens dat er geld wordt uitgegeven aan mensen die het nodig hebben, in plaats van mensen die te veel hebben. Nou ja, dat is misschien weer een tip voor alle mensen die naar de Tweede Kamer gaan. Om je echt met politiek bezig te gaan houden en niet veel met alle waan van de dag en de likes en de Facebooks en allemaal dat soort dingen. Ja, dat je je bezighoudt met voorstellen die echt het land verder brengen. Wat ik nu zie is dat heel die straten weer vollopen met mensen die eigenlijk gewoon schreeuwen om hulp, maar het niet krijgen vanwege een wachtlijstje of met een drogreden als ja, maar je moet dit vrijwillig doen, weer naar buiten worden gestuurd. Ik zie mensen lijden op straat. Ga daar wat aan doen in Rotterdam. Haal die mensen weer van straat af en geef ze een menswaardig bestaan. Dus ik hoop dat Rosanne oprecht kan communiceren straks in de Tweede Kamer in plaats van strategisch gaat communiceren in de Tweede Kamer. Ik ben bekender dan ik dacht eigenlijk. In je eigen buurt? Ja. Veel over communicatie, hè? En over authenticiteit en over hoe je praat. En, ik denk altijd van mezelf, ik kan alleen maar de waarheid zeggen en anders zeg ik gewoon niks. Ik zeg niet van, wij zijn allemaal heilige boontjes en wij zijn straks de engelen van Den Haag of zo. Dat is, ik maak me geen illusies erop. Wat ik wel denk, is dat waar Piet het hele tijd om hamert bij ons en bij Kamerleden, is dat we ons minder met elkaar gaan bezighouden. Al die honderden moties die langskomen, al die Kamervragen, of de hele tijd heel heigerig op het nieuws zitten en op sociale media zitten. Dat is eigenlijk zelf wat die dame zei, van hou je bezig met voorstellen die echt toedoen, die mensen op weg helpen. Nou, exact. Als je intern zegt, wij gaan echt op inhoud gaan wij beoordelen. We gaan niet kijken hoe vaak je in de media bent geweest of hoe vaak je bij je zegt je hebt gedaan op Twitter. Maar we gaan gewoon kijken wat heb je nou daadwerkelijk inhoudelijk voor kwaliteitswetgeving gemaakt om Nederland beter te maken. Dat hoop ik. En ik denk dat we dat voor elkaar gaan krijgen, want onze lijsttrekker die wil dit. We hebben iets leuks voor je. Oh. Wat je mee mag nemen naar Den Haag. Roffa. Yay! Al die tips en al die adviezen, mooi. Kun je er mooi in stoppen. Ja, onwijs bedankt. Superleuk. Dankjewel. Super belangrijk, hè? Open Rotterdam. Oh, zeg dat nog een keer. Ja, maar. Hey, nummer 17, hè? Ja. Je komt er gewoon in. Nou, het is nu ziet wel, maar er gebeuren altijd gekke dingen. En anders? Functie elders? Ja, dan kom ik met hangende pootjes. Nee! Bij de krant.